Welkom bij vlog nummer 5. We staan vandaag op de kerstmarkt bij Eetcafé Pinocchio in Benidorm met onze stand. En het wordt een hele gezellige dag, want Jolanda gaat straks ook optreden. En we staan hier met allerlei leuke andere standhouders. Stroopwafels, vis, houtsnijwerk, oliebollen. Nou, kerststukjes. Sieraden. Allerlei kleding. Nou, dus, een gezellige boer hier. Topdag, we hebben hartstikke mooi weer. Dus het wordt vandaag 20 graden. Dus we hebben er helemaal zin in. Ik heb een foute kersttrui aangetrokken met belletjes en lichtjes, maar ik weet niet of je dat goed kan zien, want het is nog licht buiten. De kerstmarkt is volop in aanbouw, we hebben allemaal leuke verschillende steentjes. Hier zijn allemaal wenskaarten, allemaal handgemaakt. En hier hebben we handgemaakt, versgemaakte stroopwafels. Hola. Heerlijk warme stroopwafels. Hier staan Ronnie en Sandra met houtsnijwerk, ook allemaal handgemaakt, allemaal leuke spullen voor in huis. En misschien kennen jullie ze nog wel van het roer om. Ze is even druk bezig. Hier zit Ron. Even zwaaien. Heb je al verkocht, mannen? Heb je al wat verkocht? Heel veel. Ja? We gaan alweer naar huis. We hebben alweer verdiend vandaag. Ja, als jullie één niet verkopen, dan moeten wij... Ik mag wel 3 weken op de markt staan. Maar we hebben ook al wat verkocht. Oh, ja? Sander heeft wat verkocht. Oh, oké. Okay. Ja, nu al. Voor de opening al. Ja, heel goed. Nou, kijk, ons eigen steentje met allemaal... folders van onze projecten. Kijk, ons team, Debbie, Erik, Michel, Marcel, ons. Allemaal mooie projecten in de regio. Handgemaakte sieraden. De vrouw is lekker koffie aan het drinken. En hier staat de Spaanse mevrouw met handgemaakte sieraden. Echo Amano. En leuke schilderijtjes. Kijk, hier staat kotsemmer als je te veel gedronken hebt. Nou, dan een beetje vroeg. Ja, nog eens. Einde van de markt. Leuke drukte t-shirts. Kijk, allemaal gezellige kerststukjes. Leuk hoor. Een Hanneke met de kleding. Morgen. En schoenen. Een mooie outfit voor de feestdagen. En als je niet weet wat je wilt geven. Een cadeautip. Ja. Altijd leuk. Altijd leuk. Nou, hier kan je lekker vis eten. Lekker broodje haring of paling. Heerlijk. Kijk, oh, ja. Een lekker haring aan het schoonmaken. Lekker. Lekker. En nu is het nog leeg hier, maar straks liggen hier de allerlekkerste oliebollen van Benidorm. Dus ben je in de buurt of heb je zo'n trek in de oliebol, kom naar Benidorm. Want van Pinocchio zijn ze het allerlekkerste. Ik ga er straks ook eentje nemen. Heerlijk, een Berlinerbol. Oh ja, die hebben ze ook. Lekker. Ja, hè? Ja, heerlijk. Oh ja. Ja. Ja, lekker. Heerlijk zijn ze. Ze zelf gebakken.
Ja, dat wel. Met heel veel liefde. Het is gezellig druk hier op de kerstmarkt. Het is heerlijk weer en Jolanda gaat zo meteen zingen. Ik heb een terras vinden. Ja, dit wordt een leuke dit. Ja. We zijn net terug van de kerstmarkt uit Pinocchio. Het is echt een hele gezellige, drukke dag. Veel klanten die onze stand hebben bezocht. En ook natuurlijk bij Pinocchio zelf. Heel veel mensen die lekker drankje hebben gedaan, gegeten. Wij gaan nu lekker een shawarmaatje eten. Even bijkomen van deze lange dag. We zijn niet gewend om heel de dag op onze voeten te staan. Van 10 tot 6. My god. We gaan even lekker een shawarmaatje eten. Ik wil iedereen weer bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je het leuk? Abonneer op ons kanaal. Vergeet niet een duimpje in te drukken. En volgende week gaan we even laten zien hoe wij wonen in Benenburg. Blijkt wel leuk. Even ons huis filmen. Ja. De leuke kerstlichtjes ophangen. Misschien ga ik nog wel even lekker Indonesisch koken. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.